Breda Nu. Je weet het meteen. Eten, muziek, spelen en kraampjes. Dit alles op het buurtfestival in het Heusdenhout, waar de mensen gezellig samenkomen. Courage. Don't you think that I know, Je zit hier lekker op deze zonnige dag te genieten van dit festival? Ja, zeker. Het is heerlijk weer nou, hè. En wat vindt u er zo van? Nou, het is kleinschalig, maar het is leuk om te zien allemaal. Wat, weet je al wat je gaat maken van de Lego? Ja, een dino. Wauw. En ga je die helemaal zelf uit je hoofd maken? Ik heb er thuis al één gemaakt. En als je nou klaar bent, want ik zag daar een heleboel bouwwerken staan, is er een soort van wedstrijd? Nou, het is niet echt een soort wedstrijd, maar dan kan je daar je bouwwerk dan neerzetten en dan krijg je ook een diploma en dan kan je een sticker uitzoeken. Oh, maar dat is wel heel leuk, een diploma ervan. Ja. Wethouder van Lunter, op deze stralende dag hier in de Heusdenhout, wat brengt u hier? Ja, het Heusdenhout Festival, hè? Dat is ieder jaar weer één groot festijn, één groot feest. Dus ik denk, nou, moet ik ook dit jaar weer even met mijn gezicht laten zien, want ergens waar het gezellig is, daar moet je bij zijn. Ja. Zo'n wijk die zoiets organiseert, ik denk dat dat altijd heel goed is. Maar wat maakt het goed om dat te organiseren voor zo'n wijk? Nou ja, je ziet om je heen, hè? Voor iedereen is er wat wils. Hè? Voor de kinderen zijn Lego en springkussens, een rommelmarktje. De Molukse gemeenschap heeft heerlijk gekookt weer voor de wijk. Nou, dat brengt al die mensen weer bij elkaar, die ontmoeten elkaar weer. Die praten even door over hoe de vakantie was. En de kinderen weer volgende week weer naar school, hoe gaan we dat allemaal weer doen? Dus dat is hartstikke goed om de zomer mee af te sluiten en weer eens even iedereen bij elkaar te hebben. Ik zie hier een kraam vol lekkers en ik ben benieuwd, mevrouw, kunt u mij vertellen wat het is? Ja, dus dat is martabak, dat is met gehak, prei en eieren. Ja. En deze, dat is panada, dat is het vis, tonijn, zeg maar, dat is de fulli en dan zo'n broodje. We hebben nog nasi of bami rames. Zitten met sambal goreng telur, rendang, sambal goreng bontjes, sojabonen of tempeh. Dus het ziet er allemaal heerlijk uit. Well, the world turns. And the hungry little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. This hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man. Breda Nu. Je weet het meteen.